Ik ben Mees Jonker, ik ben 25 jaar. Ik volg de opleiding manager transport en logistiek niveau 4. Ik zit in mijn tweede jaar en momenteel loop ik stage bij de Jumbo. Distributiecentrum in Veghel. Nou, ik had in eerste instantie niet zo heel veel verwachtingen van de transport- en logistiek sector. Maar nu ik er helemaal mee begonnen ben, bevalt het me heel goed. En zie ik echt uitdagingen en zie ik er ook echt een toekomst in. Mijn taken zijn per dag verschillend. Dat kan zijn order pikken, meehelpen laden, crossdock rijden, huishoudelijke dienst, zorgen dat het magazijn netjes blijft. Dat zijn eigenlijk een beetje mijn taken per dag. De werkzaamheden die ik nu doe, die behoren tot de basis. Uiteraard als manager waar je voor opgeleid wordt, ga je die werkzaamheden niet doen, maar laat je die eerst uitvoeren. Maar het is goed om te weten hoe die moeten, zodat je dat later kan uitleggen als manager. Ja, de verdeling tussen school en stage bevalt mij goed. Ik heb dit jaar 6 maanden stage, 6 maanden school. Maar als ik 6 maanden stage heb, dan heb ik 1 keer per week een terugkomendag. En dat is donderdags. De 6 maanden dat wij naar school gaan tijdens het jaar, krijg je best veel theorie. Die je dan later ook weer kan toepassen op je stage. Dan moet je denken aan transportuitvoering, logistiekuitvoering, economische geografie. Allemaal vakken die je helpen in de praktijk. Omdat je tijdens je studie veel stage loopt, raak je al goed gewend aan het werk wat je later gaat doen. Dus vanuit die kant zou ik wel gelijk door willen werken, ja. Zeker bij een bedrijf wat me ligt.